Goedemiddag. Vlog 3, dag 3. 3 verhaallijnen. 1. Deze ochtend ben ik wakker geworden dankzij een van de mede-collega's van de Value Chain die het nodig vond om wat turbulentie in de tent te veroorzaken. Een nabootsing van wat de Kweet heeft gedaan ziet u nu. Dan, alsof het niet genoeg was, wou de man in kwestie zeker zijn dat ik niet terug in slaap zou vallen. Dus ben ik wakker geworden met een matinale versie van Adele, die mij een zeer uit de borst gezongen goedemorgen wenste. De beelden ziet u nu. Moest er van komen, hè. Wekker gemaakt worden omdat je op een werk plek zit. Ach, het is weer 7:15, dus weer een goed moment om op te staan. Hè. Good morning. Er is genoeg werk op de plank vandaag. Er is genoeg werk op de plank vandaag, dus alles inclusief omkleden zal zeer snel moeten gaan. Alright, that's that. Tweede verhaallijn. Ik ga deze middag terug naar mijn dierbare woonst om een kabel te gaan halen. En er hangt een mooi papier. Wat is dat? Oh nee, zo. Somebody's trying to mess with me. Ik zou toch al maar schrik beginnen krijgen. Aan de mens dat wilt spelen, ik hou ook van spelletjes. Nu ben ik wel benieuwd wie dat is. De huiszoeking heeft ook nog altijd plaats. Ik ben nog altijd aan het zoeken wie mijn challenger is. Het obscuur berichtje dat aan mijn tent werd opgehangen. Ik heb een sterk vermoeden dat of Ivan of Dieter is van de Value Chain. Nee, ik weet het echt niet. Kom weg! De derde verhaallijn, die niet zo plezierig is. Gisteren, probleempje met de douche. Overlopen, niet kunnen afspoelen. Julien niet zo content. Wel, probleem is nog niet opgelost. 3:30 geleden ongeveer heb ik bekendgemaakt dat alles verstopt zit hier. Toilet, douche. Ik woon hier. Ik zou heel graag naar het toilet of onder de douche kunnen gaan staan. Het is ondertussen... Hoe laat is het? 22:22. 22:04 en het toilet is nog altijd niet gefixt. Ik begin er een slecht voorgevoel bij te krijgen. Plaspauze gaan doen in het bedrijf ernaast. Ik ga vragen van het toilet. Het mocht! Moeten jullie in alle eerlijkheid iets zeggen over Marianne? Heel sympathiek meisje, keigoed in wat ze doet, maar ze pist om de 17 minuten. Ik ben al 3 keer bij de buren geweest. Marianne wil absoluut mee in de vlog staan, maar nu dat de camera op haar staat, zegt ze niks. Luchtjes tijd. Voor mij klinkt dat nu als een synoniem van ik ga scheten laten. De ontstoppingsdienst? Ze zijn er. Ik ga dat niet filmen voor jullie. Jullie blijven gespaard. Hoewel het geluid van de oplossing is, it's horrific. Oké, het was dus absoluut geen geluid van overwinning. Het was zelfs wat het tegenovergestelde. It's gonna smell like doo-doo in here, hè? This is the sound of doom. Alright, hulp komt eraan. Ik kom bij mij thuis gaan douchen. Allee, bij mijn Outlook huis. Dus technisch gezien ben ik niet aan het trischen. En ik vind dat ik al een pluim krijg voor mijn eerlijkheid. Dus ja, de reden waarom ik hier niet echt wil douchen. Ik zal jullie heel snel het beeld laten zien. Snapt het? De
Voilà, helemaal fris gedoucht, klaar voor mijn derde nacht hier. Nog altijd even winderig, hoor ik. Om de avond af te sluiten, heb ik opeens een scène van Home Alone in gedachten. Jullie kennen het nog als die kleine zich opeens realiseert dat hij alleen thuis is en hij denkt dat hij zijn familie heeft weggetoverd. I made my family disappear. I made my colleagues disappear. Derde nacht, voorlaatste nacht, ja, voorlaatste nacht. Sleep tight. Mijn goodnight was net te vroeg. Dank u aan de onbekende voor een pakje naturel chips in my bed. Nu is echt wel goodnight.